Goedenavond allemaal, welkom bij onze avondroutine. Ik ga jullie laten zien hoe onze avondroutine eruit ziet met de kinderen. Wij hebben onlangs onze lid gemaakt van HelloFresh. Ik ben ook een balnoot aan het delen. Ik ben benieuwd wat we gaan krijgen. Wat we binnen hebben gekregen. Lekker hoor. Zullen we even kijken wat erin zit? Memphis, kom je mee kijken met mama? Ja, maken. Ja, gaan we openmaken. Wat denk je dat er in de doos zit? Koud. Ja, het voelt heel erg koud. Ja. Koud. Wow. Wow. Wat eten. Denk jij dat er in de doos zit? Eten. Nee, ook niet. Dat is eten. Want ik had al een krant gezien. Eerste keer een fresh besteld. Ja, had je dat al gezien? Ja. Dus. Jij wist het al. Eten. Oh, kun je het zien? Ja. Wow, even kijken hoor. Ik zie hier drie pakketjes. 1, 2, 3. Wat zie jij daar? Mampa. Mampa? Mampa. Mampa. Papa eet vanaf nu mampa. Papa. Dat is gewoon papa en mama in elkaar. Mag we ook een tillen? Ja. Wat zeg je? Mag we ook een tillen? Ja. 1, 2, 3. Oh. Wat eten we vanavond? Tillen. Ja, kom, dan gaan we even op de bank kijken. Zullen we samen op de bank kijken? Kom maar. We hebben voor vanavond... Ik wil het eten. Wat is dit? Gevulde portobello met feta en salade. Mijn kind. Wat mee? Broccoli courgette soep. Oeh, dat ziet er lekker uit. Oh, lekker. Wat zullen we eten vanavond? Een korte koetje. Klaar, klaar, klaar. Tomatenpuree. En de rest ook allemaal. Ik ben benieuwd hoe het gaat worden. Haha. Dus. Vraag me af of het dan ook lekker is. Ik heb net mijn haar gewassen. En dat ziet er eigenlijk een beetje weirdy uit nu. Maar ja. Met avondeten vind ik het altijd belangrijk om zo goed en gezond mogelijk te eten, zoals jullie van ons al weten. En zoals jullie ook wisten, zijn wij deels veganistisch, maar sowieso vegetarisch. Dus we proberen zoveel mogelijk groentes te eten. Ook voor de jongens vind ik het veel beter om lekker gezond te eten. Oh my god, ik laat weer wat vallen. Nou, de prullenbak is altijd zo propje vol, helemaal tot aan de nok. Van uien moet ik echt super erg janken, zoals je hier ziet. Mijn ogen zijn zo rood, het is gewoon niet normaal. En dit is eigenlijk het prutje geworden wat we hebben gemaakt. Ik vind het eigenlijk wel lekker eruit zien. Hoor. Gezellig aan de tafel, dat is echt iets waar je werk zo waarde aan hecht. Om het samen zijn, het samen eten, dankbaar zijn voor het eten, echt... Waarom gilt hij nou? Nou, nu komen we bij het keukengedeelte. Zoals je het ziet is het een hele puinhoop. Ik snap in mijn vingers. En voilà, het is weer schoon. Was het in real life ook maar zo makkelijk. Dat zou mijn leven een stuk makkelijker maken. Zijn speelhokje. Nou, dat is me toch altijd een troep. Meestal ben ik degene die opruimt, maar hier komt mijn lieve schat mee tegemoet en die helpt me altijd even. En dat vind ik ook echt heel erg fijn, want hij biedt het ook altijd zelf aan. Dat geeft zo aan dat hij al zo'n grote jongen wordt. Mama is een kleine, grote jongen. Hey, wat is dat?
Nu is het tijd om de tandjes te poetsen. En mij heeft ze altijd zo enthousiast. Zo'n schat. Het is dat ja, Lesje al oud genoeg is. En ik hoef hem eigenlijk niet meer te helpen. Dus ik heb alleen Memphis daar waar ik de tandjes moet poetsen. Wat ik overigens wel heel erg mis. Want ik wil heel graag Lesje helpen met tandjes poetsen en aankleden. Maar ja, hij wordt al een grote jongen. En grote jongens die willen dat niet meer. Dus daarom nu extra genieten wanneer ze jong zijn. Want echt waar, het gaat zo snel. Nee, eerst mama doen. En dan met het. A. Nee, nee, nee. A. Ja, nu mag je het doen. Ik ook. Bla. Goed zo, doe de fiets. Ja, dan. Even deze bos. Even wachten, want we gaan eerst, wat gaan we eerst doen? We gaan eerst Piamia aandoen. Nee, ik wil mijn keer deze. Echte stout, dit is het. Nee, deze balletje. Ja, pak dat is een beetje. Gaan we Appie lezen? Appie zou graag met Nona spelen. Kijk, ze gaat huilen. Ja, ze gaat huilen. Zit maar, ze is een beetje verlegen. Appie zou graag als een echte aap van de ene boom naar de andere boom slingeren. Maar hij vindt het een beetje eng. Appie zou graag de rivier, maar het is zo koud. Appie zou graag net zo sterk zijn als de grote gorilla. Maar dan komt Nona opeens naast hem zitten, in de schommel. Hallo Nona! Want Appie is de beste in verhalen vertellen. Heb je het er liggen? Zo'n grote aap mee? Ja, deze balletje koe. Oké, dus met die ga je slapen nu? Ja, deze balletje vliegen. Ja, die kan vliegen, hè? Wow, wat is. Zo lief. Hij is helemaal weg van zijn basleitje. Ze zijn echt onafscheidelijk, die twee. Kom, naar bed. Naar bed. Maar hond ligt er ook al. Moet hond eruit dan? Ja. Houd de wacht. Nee, je hoeft toch niet uit? Wel. Nee. Nou, welterusten Appie, welterusten Memphis en welterusten Bas. Slaap lekker. Dat is een Appie en dat is de Bas. Ja. En dat is een Puntje. Ja, jij bent Memphis. Slaap lekker, schatje. Slaap lekker. Hou van jou. Hou van jou. Heel veel kusjes. Doei. Doei. Love you. Love you. Love you. Love you. Love you. Zo, wanneer Memphis slaapt is het tijd voor mijn grote vriend. Deze momenten waardeerde ik echt, want dan heb ik even tijd voor hem en het is alleen ons tweetjes. Ik ga plassen. Oeh. Avondtractatie, dat moet kunnen. En gelukkig houden we het hier ook weer lekker gezond met aardbeidjes en blauwe besjes. Kattenvrouwtje? Nee, dat is een hondenvrouwtje. Dit is dus echt wel serieus de derde keer dat ik naar de koelkast loop om te kijken of er weer wat lekkers in zit. Maar nee, dus ik ben me aan het tegengaan. En zoals je ziet zijn we hier lekker met z'n drietjes op de bank aan het chillen. Ik vind dat altijd wel lekker knus, lekker gezellig. Lekker lachen met elkaar totdat Alessia naar bed toe moet. Tandjes poetsen. Je wil de tanden. Durf je niet te praten? Hij is gek. Hé, ik moet het toch doen. Ik doe eerst. Oh!
Ja, go. Buikpijn? Mappie. Gaat die? Niet echt. Nou, lekker slapen, ja. Over jou. Over jou. Sweet dreams. Love you. Love you. Tot morgen.